Wat is een differentiaalvergelijking? Dat is een vergelijking waarin dat uw onbekende eigenlijk een functie is. Dus uw onbekende is niet zoals in bijvoorbeeld een veeltermvergelijking, hè, x, maar uw onbekende is f van x of y van x, een functie. Ja? En uw vergelijking bevat die functie en een aantal van haar afgeleiden. Dus je hebt een betrekking die geldig is tussen die functie en een aantal van haar afgeleiden. Eerste, tweede, derde afgeleide en zo verder. Kan om het even wat zijn. Ja? En uit die betrekking die moet geldig zijn tussen die functie en haar afgeleiden, zouden we moeten in staat zijn om die functie te bepalen. Dat is de bedoeling. Dus dat is dan de differentiaalvergelijking oplossen. Ik ga een eerste inleidend voorbeeld geven. Vooraleer dan een beetje extra theorie te geven. We hebben een tank, watertank, van 100 liter. Ja, en die is vol. Ja. En daar is op het begintijdstip dat we ons experiment starten, is daar 10 kilogram zout in dat water opgelost. Ja. En eigenlijk, dat zoute water wordt constant gemengd in die tank. He, zodanig dat zout homogeen verdeeld is in dat water. Op dat moment beginnen we water in de tank te pompen. Wat natuurlijk niet kan, want hij is vol. Dus moet er ook even snel weer water uitlopen. Ja. In gaat water een rato van 5 liter per minuut. Een debiet van 5 liter per minuut. En natuurlijk loopt het er dan ook uit, een rato van 5 liter per minuut. Wat we erin doen, is zuiver water. Daar zit geen zout in. Maar dan wordt dat constant gemengd met dat zoute water dat al aanwezig was. En dus wat eruit loopt, is natuurlijk zoutwater. En de vraag is, wat is de hoeveelheid zout op elk tijdstip gedurende dat experiment aanwezig in die tank? We gaan die hoeveelheid zout, we gaan die Q1 van T noemen, want het is nog maar het eerste deel van ons experiment. Het is onze eerste tank. We gaan er zo meteen een tweede tank achter zetten. Dus we gaan een hoeveelheid zout, Q1 willen bepalen, Q1 van T. Ja. Hoeveelheid zout op tijdstip T in onze eerste tank. Dus het is die Q1 die we willen bepalen. En ik beweer dat we dat gaan kunnen doen aan de hand van een zogenaamde differentiaalvergelijking. We gaan een verband opstellen tussen Q1 en de eerste afgeleide van Q1. Aan de hand van een balans. Want de hoeveelheid zout per tijdstip verandert. De ogenblikkelijke verandering, dat is de eerste afgeleide. Ja. Dus Q1 accent van T de eerste afgeleide is wat er ingaat per tijdseenheid min wat er uitgaat per tijdseenheid. Ik ga dat gewoon schematisch schrijven als in min uit. Ja. En dan gaan we kijken wat erin gaat. Wat erin gaat, dat is simpel. Niets. Niets gaat erin. Want het water dat we erin pompen, is zuiver water. Dus er komt geen zout bij. Ja. Dus dit valt hier gewoon weg. Er is geen in. Ja. En wat eruit gaat per tijdseenheid, is een rato van 5 liter per minuut gaat er zout water uit met een bepaalde concentratie zout per liter. Ja. Hoeveel zout per liter? Wel, zoveel zout als dat er op dat moment in de tank aanwezig is. Dat is Q1 van T, dat is onze hoeveelheid zout op het tijdstip T. Gedeeld door het totaal aantal liter in de tank. En dat is op elk moment 100 liter, want de tank is vol en blijft vol. Aangezien dat er evenveel in gaat als uitgaat per minuut. Dus dat is min 5 liter per minuut maal Q1 van T, hoeveelheid zout,
gedeeld door 100 liter, waarbij we dus Q1 van t gaan uitdrukken in kilogram. Wat ik altijd doe, is ik stel bij het begin van de oefening mijn eenheden vast. Dus ik zeg, ja, de hoeveelheid ga ik uitdrukken in kilogram. Het aantal liter ga ik de hoeveelheid water ga ik uitdrukken in liter. De tijd ga ik uitdrukken in minuten. En dan weet ik dat. Dan staat dat ergens of heb dat in mijn hoofd gestoken. En dan weet ik ga nooit seconden of grammen, ja, of deciliter gebruiken in die oefening. Het zal altijd kilogram, minuut en liter zijn. En vanaf dat moment schrijf ik die eenheden daar niet meer bij. Want dat vertroebelt gewoon een beetje mijn beeld. En ik ga gewoon met de getallen verder werken. Dus ik ga dat nu nog even herschrijven als Q1 accent van t is gelijk aan. En ik heb hier min 5 gedeeld door 100. Dat is min 1/20 Q1 van t. Dit is dus een differentiaalvergelijking. Dus een hele simpele, maar het is wel een allereerste voorbeeldje van een differentiaalvergelijking. Ja. Er is een verband tussen de functie Q1 en haar eerste afgeleide. En we hopen de functie Q1 daar te kunnen uithalen. DV, differentiaalvergelijking. Dat is de traditionele afkorting die we gebruiken. Nu, er is meer dan enkel de differentiaalvergelijking. We hebben ook een zogenaamde begincondities. We weten wat de begintoestand van Q1 is. Ja, op het tijdstip t gelijk aan 0, op het moment dat we ons experiment beginnen, is er 10 kilogram zout in de tank. Dus ik ga dat ook schematisch opschrijven als Q1 van 0 is 10. Onder verstaan kilogram. Ja. Dit is een begincondities. Beginconditie gaan we afkorten als BC. Ja, even kijken of dat nog leesbaar is voor de mensen thuis. Ja, ik denk het wel. En samen, als je een differentiaalvergelijking hebt met een aantal begincondities, hier nu eentje, hè, dan noemen we dat een beginvoorwaardenprobleem. Dus zo een model voor een of ander fysisch vraagstuk. Dat bestaat uit een differentiaalvergelijking en de bijhorende benodigde begincondities. Dat is een beginvoorwaardenprobleem en dat gaan we afkorten als BVP. Dat is een beetje de terminologie die jullie zullen moeten zich eigen maken. Ja. Nu, dit is een hele simpele. Hè? Ik neem aan dat je hem op zicht ziet. Ziet je hem op zicht? Ken je een functie die als je ze afleidt, min 1/20 maal zichzelf gaat geven? Is eigenlijk de vraag. Hè? Dat is de vraag. Dat is wat dat daar staat. Als je de functie afleidt, dan moet het resultaat daarvan min 1/20 maal de functie zelf zijn. Laat de min 1/20 even weg. Stel dat er had gestaan, Q1 accent van t is Q1 van t. Een functie die als je ze afleidt gewoon zichzelf reproduceert. Zeg eens. Ja, inderdaad, een exponentiële functie. Dus als die min 1/20 er niet had gestaan, dan was het exponentiële van t. Ja. En nu staat die min 1/20 er wel, dan is het exponentiële van min t op 20. Ja. Enkel die? Alleen exponentiële van min t op 20? Of nog iets meer? Mag het iets meer zijn? Mag iets meer zijn, zeg eens. Zeer juist, maar nog niet algemeen genoeg. Min de exponentiële van min t op 20, zegt hij. Ja? Maal een constante. Hè? Was dat wat je zei? Of zei je plus een constante? Je zei gewoon een constante. Ja, oké, ça va. Een constante, maar dus wel maal. Hè? Als je die exponentiële met om het even welke constante gaat vermenigvuldigen, ja, dan gaat die constante hier gewoon voor deze
Q1 van T komen te staan. En bij het afleiden gaat die buiten komen, gaat die daar ook staan, kun je die wegdelen. En dus die constante speelt geen rol. Dus alle mogelijke oplossingen van deze differentiaalvergelijking zullen neerkomen op exponentiële van min t op 20 maal een constante. En dat is heel goed nieuws, want die constante gaan we kunnen bepalen aan de hand van die beginconditie. Voor ons specifiek probleem gaan we kunnen zeggen wat dat c is, omdat we weten dat Q1 op tijdstip t gelijk aan 0 gelijk moet zijn aan 10. Goed, ik ben een beetje verkeerd begonnen op mijn bord, dus dat gaat er nu onder verdwijnen. Maar het is ook niet zo moeilijk om te onthouden. Hè? Dus de oplossing van onze differentiaalvergelijking is Q1 van t gelijk aan een constante maal exponentiële van min t op 20. Ja. En dan, als we daar de begincondities aan toevoegen, dus we zeggen Q1 van 0 moet gelijk zijn aan 10. Hoe gaan we dat uitdrukken? We gaan gewoon in de vooropgestelde oplossing t gelijk aan 0 invullen. Dan krijg je exponentiële van 0, dat is 1. Maal c is c. En dat moet gelijk zijn aan 10. Dus hieruit volgt dat c gelijk moet zijn aan 10. Ja. En dus de oplossing van het beginvoorwaardenprobleem dat we hier hebben, die oplossing is 10 maal exponentiële van min t op 20. Ja. En dit is onze Q1 van t, dat is onze hoeveelheid zout in de eerste tank op elk tijdstip. Oké. Dat was een gemakkelijke, maar daarmee weten we natuurlijk nog totaal niet hoe we dat in het algemeen moeten oplossen. Dat is maar een beetje een inleiding. Bovendien zijn we ook helemaal niet zeker op dit moment dat dat de enige mogelijke oplossing is. We voelen dat wel aan, hè? Je voelt dat aan, dat gaat die exponentiële zijn, dat gaat niet iets anders zijn. Dat gaat niet plots nog een of andere exotische functie uit de lucht vallen, die ook een oplossing daarvan kan zijn. Maar eigenlijk weten we dat niet zeker. Dus we zouden willen zeker weten dat bij een dergelijke differentiaalvergelijking, dat er eigenlijk maar één echte oplossing is op die multiplicatieve constante na. Dat gaat uit de theorie moeten volgen. Dan gaan we, nu moet ik eerst even wat knoeien met de camera, vrees ik. Wacht, hoe moet het nu weer? Naar links is naar rechts. Nee, dat is dus fout. Ah nee, dat was juist. Oké. En naar beneden is naar boven. Voor de rest maken ze het ons zeer gemakkelijk, hè? Yep. Okido. Beetje naar. Ja. Oké. Tweede stukje van het vraagstuk. Na die eerste tank schakelen we daar een tweede tank aan. En het water dat uit de eerste tank loopt, pompen we in de tweede tank. Die tweede tank is ook 100 liter. En die is ook vol. Dus dat betekent dat er ook hier op het einde 5 liter per minuut water moet uitlopen. Anders kan het niet. Dus het eerste vraagstukje nemen we sowieso over. Oei, dat is hier niet helemaal te zien. Dat lukt mij hier nu niet. Zo.
excuses hoor, maar het zal bij de volgende les al iets beter gaan, hoop ik. Ja, oké. Goed. Dus we nemen het vraagstuk van daarjuist over. Zuiver water gaat erin. Op t gelijk aan 0 was er 10 kilogram zout aanwezig. Hier is op t gelijk aan 0 geen zout aanwezig. Dus dat is zuiver water. Dus het zout dat erin komt, is het zout dat erin gepompt wordt van het water dat uit de andere tank komt. Ja? Oké. En dat is het eigenlijk. Dat is het eigenlijk. Ja. En we willen nu, ook in de beide tanks wordt het constant gemengd. Ja. En we willen nu eigenlijk weten wat de hoeveelheid zout is in de tweede tank op elk tijdstip. Dus hoeveelheid zout in de tweede tank op elk tijdstip. Ook uitgedrukt in kilogram. Maakt het het gemakkelijkst. En we gaan weer een balansje maken. Ja. Opnieuw gaan we zeggen dat de ogenblikkelijke verandering, de eerste afgeleide, dus gelijk is aan wat er ingaat, min wat er uitgaat. Wat gaat erin? Een ratio van 5 liter per minuut gaat het water uit de andere tank erin. Dus met de concentratie uit de andere tank. Ja, dus dat wordt 5 liter per minuut maal Q1 van T gedeeld door 100. Ja, dat is wat erin gaat. Min, wat gaat eruit? 5 liter per minuut. Maal, wat er op dat moment in de tweede tank aanwezig is aan zout, dus Q2 van T. Gedeeld door 100. Q1 van T kennen we ondertussen, want we hebben ons voorgaand vraagstuk opgelost. Q1 van T was, ik heb het hier staan, 10 maal exponentiële min T gedeeld door 20. Dus die ga ik nu invullen. Dat is een gegeven in mijn tweede vraagstuk. Dus hieruit volgt Q2 accent van T. Ik ga deze term al uit het rechterlid naar links brengen. Plus Q2 van T gedeeld door 20. Is nu, niet gelijk aan 0 zoals daar juist, maar is gelijk aan deze inputterm. Is 1 twintigste maal 10 is een half exponentiële van min t op 20. Ja. En dat is onze differentiaalvergelijking voor ons tweede vraagstuk. En daar komt natuurlijk ook weer een beginconditie bij. Want wij weten dat in ons tweede vraagstuk op tijdstip t gelijk aan 0... er geen zout aanwezig is. Dus Q2 van 0 is 0. Dus dat is onze beginconditie. En samen levert dat weer zo'n beginvoorwaardenprobleem dat we zouden kunnen oplossen. Maar je ziet natuurlijk wel meteen dat het hier iets moeilijker gaat zijn om op zicht, zonder enige oplossingsmethode, om die functie te vinden, die Q2 van T. Ik kijk toch even of dat er iemand is die een idee heeft. Maar je moet het niet erg vinden als je geen idee hebt. Want je wilt een functie die zodanig is als je ze combineert met haar eerste afgeleide, dat daar exponentiële van min T op 20 uitkomt. Soms zijn er wel een keer mensen die zeggen, dat gaat weer exponentiële van min t op 20 zijn. Ah nee, dat kan natuurlijk niet. Dat kan juist niet. Want als je er exponentiële van min t op 20 insteekt, dan komt er 0 uit. Dat hebben we daarnet gezien. Dan komt er juist niet dit uit. Het zal natuurlijk wel iets met exponentiële van min t op 20 te maken hebben.
Die functie gaat een beetje moeten aangepast worden. Ja? Maar hoe, dat weten we op dit moment nog niet. Aangezien dat wij het niet weten, gaan we misschien wel een keer kijken of dat Maple het misschien wel zou weten. Ik ga u eerst eens laten zien wat Maple voor u kan betekenen in een dergelijk vraagstuk. Ja? Het is dat niet, het is dat. Oké. Zo, zo. Voilà. Maple Werkblad begint altijd met restart. Restart, dat is eigenlijk tegen Maple zeggen, maak uw geheugen leeg. Dat is ook een wondermiddel om allerlei problemen op te lossen. In het begin dat je met Maple werkt, ga je heel vaak knoeien. En door te knoeien, ga je dingen niet in de logische volgorde doen, zoals dat ze eigenlijk moeten gebeuren. En daardoor ga je eigenlijk zelf verantwoordelijk zijn voor het feit dat er soms een keer iets fouts in het geheugen van Maple terechtkomt. Een keer dat dat gebeurd is, dat er door uw toedoen iets fouts in het geheugen van Maple terechtkomt, is alle hoop verloren. Want dan komen er allemaal rare dingen uit voor de rest. Nou, dat je dan naar kijkt en denkt, wat gebeurt er hier? Als je dat denkt, wat gebeurt er hier? Dan ga je helemaal naar boven in je werkblad, dan druk je op restart en dan doorloop je alle dingen opnieuw, waardoor dat je Maple zijn geheugen volledig leeg hebt gemaakt en alle stappen wel degelijk in de logische volgorde doorloopt. In 90% van de gevallen is je probleem opgelost. In die andere 10% van de gevallen roep je de assistent. Goed, restart. With plots doe ik hier. Ik ga straks willen die oplossingen van mijn twee beginvoorwaardenproblemen een keer plotten. En ik ga die samen willen plotten in één figuur. Als ik maar één grafiek per figuur wil plotten, heb ik with plots niet nodig. Dat is eigenlijk een databankje van verschillende commando's. Ja? Dus je leest dat in, je leest dat pakketje in. Ja? En dan kun je onder andere het commando display gebruiken, dat daarin staat. Display. En display stelt u in staat om twee grafiekjes waaraan dat je namen hebt gegeven, om die samen voor te stellen in één figuur. En dat gaan we straks gebruiken. Dat is waarom ik nu dat pakketje plots inlees. Ik ga mijn differentiaalvergelijking ingeven. Hier doe ik dat. Ik geef mijn differentiaalvergelijking in van mijn eerste tank. Ja? Dat is de afgeleide van Q1 naar T plus Q1 op 20 moet 0 zijn. Afgeleide, dat doe je met div. Je kunt dat ook met grote D. Het verschil tussen die twee zal nog wel worden uitgelegd. Ik gebruik gewoon uit gewoonte meestal div. Maar voel u vrij om ook de andere methode een keer uit te proberen. Dus div betekent differentiate, leidt af. Leidt wat af? Wel, leidt Q1 af naar T. Ja. Tel daar Q1 op 20 bij op. En dat zou moeten 0 zijn. En dat is uw eerste vergelijking, uw eerste differentiaalvergelijking. En ik noem die VAT1. Ik probeer altijd aan de dingen zinvolle namen te geven. Als je alles X, Y, Z en ABC noemt, gaat het er niet aan uitgeraken. Ja? Dus probeer aan uw zaken in Maple zinvolle namen te geven. Dus mijn eerste vergelijking noem ik VAT1. Ja? Dan ga ik die eerste vergelijking in een stelsel zetten met de beginconditie. En de beginconditie zegt dat Q1 van 0 gelijk moet zijn aan 10. Maak ik een stelsel van de differentiaalvergelijking en de beginconditie. En als je stelsel maakt, dan zet je dat altijd tussen zo van die verzamelingsaccolades. Zo maak je van verschillende vergelijkingen een stelsel. Ja. En dan ga je vragen aan Maple om dat op te lossen. Nu gewoon oplossen van een gewone vergelijking of een gewoon stelsel, ja, dat is solve. Nu zit er natuurlijk een differentiaalvergelijking in, dat is iets anders. En dan gebruik je dsolve. Dsolve staat voor ja, differential solve of zoiets. Ja, in elk geval, het is het oplossen van een differentiaalvergelijking met een, al dan niet een beginconditie aan toegevoegd. Ik kan die beginconditie ook gewoon weglaten. En eerst gewoon de differentiaalvergelijking alleen oplossen.
En kijk, dan zegt Maple, Q1 van t is gelijk aan exponentiële min t op 20 maal een constante. Die underscore die voor die constante staat, is een typische notatie van Maple. Daar moet je niks van aantrekken, dat is gewoon c1. Dat is een constante maal exponentiële min t op 20. Nu zet ik er mijn beginconditie terug bij. Voilà. En nu lost hij ze beide samen onmiddellijk op en zegt hij, ah, in dat geval is het 10 maal exponentiële min t op 20. Dus dan weten we nu dat we juist zijn. Ik zeg nu assign. Assign betekent ken toe. Hè. Dat betekent, hij gaat niks van output geven, maar in het geheugen van Maple is Q1 nu die functie van daarboven geworden. Dat is 10 maal exponentiële min t op 20 geworden, dus kan dat nadien ook gewoon gebruiken als dusdanig. Tweede differentiaalvergelijking geef ik in. Ja, het linkerlid is hetzelfde, het rechterlid is een half exponentiële min t op 20 geworden. Dat is mijn vat 2 en ik noem die dan ook vat 2. En ik ga vat 2, de differentiaalvergelijking alleen, even oplossen, zonder beginconditie erbij. Gewoon om u de structuur even te laten zien. Want de structuur is interessant, want dat gaat straks terugkomen. De structuur is dat we hier, als we dat gewoon distributief even uitwerken wat hier staat, dat we hier diezelfde oplossing van daarjuist bekomen, namelijk een constante maal die exponentiële. Dus het is als het ware alsof de oplossing van mijn eerste differentiaalvergelijking terugkomt. Maar er komt iets bij. Er komt bij t op 2 maal exponentiële min t op 20. Dat is geen toeval. We gaan dat direct kunnen verklaren waarom dat inderdaad die oplossing van die eerste differentiaalvergelijking terugkomt. Pas op, het linkerlid is hetzelfde hè, van de twee vergelijkingen. Het linkerlid is telkens q accent plus q op 20. In het ene geval is het q1, in het andere geval is het q2. Het is eigenlijk q accent plus q op 20. Het linkerlid is hetzelfde, het is enkel het rechterlid dat verschilt. Dat de eerste keer 0 is en de tweede keer iets is verschillend van 0. Wel, de oplossing van de differentiaalvergelijking waar je het rechterlid op 0 zet, zal altijd terugkomen in de oplossing van de corresponderende differentiaalvergelijking waar dat het rechterlid niet 0 is. En dan gaat er nog zo één specifieke, men noemt dat particuliere oplossing, aan toegevoegd worden. En dan krijg je je oplossing van je differentiaalvergelijking met rechterlid verschillend van 0. Ja. Nu ga ik daar opnieuw mijn beginconditie aan toevoegen. Voilà. Dus er was geen zout op het tijdstip 0 in het eerste vat. En dan valt natuurlijk dat stuk met die constante weg. Want dat andere stuk is inderdaad gewoon 0 op het tijdstip t gelijk aan 0. Dus dat is mijn oplossing. Die gaan we ook toevoegen. Ja. En dan gaan we die twee hoeveelheden zout in die twee tanks een keer plotten. En plotten, dat gebeurt met plot. En dan zeg je gewoon wat dat je wilt plotten. Nou wel ja, de functie Q1 en de functie Q2 wil ik graag plotten. Waar wil ik die plotten? Oh, dat is altijd een beetje kijken. Hè. Je moet zelf een beetje spelen met je interval. Ik begin op het tijdstip t gelijk aan 0 en ik stop ergens. In mijn geval heb ik gekozen voor 40. We gaan wel zien of dat een goede keuze is. Ik zet ze uiteraard in twee verschillende kleurtjes. En met display haak ik ze samen in één grafiek gaan voorstellen. En dan zie je eigenlijk heel mooi geïllustreerd wat dat je logischerwijze uit de aard van het vraagstuk kunt afleiden. Namelijk de hoeveelheid zout in je tweede vat vertrekt van 0, gaat beginnen stijgen tot een maximum, maar gaat vanaf een bepaald moment opnieuw beginnen dalen. Die neemt eerst toe, maar die trekt eigenlijk zout weg, als het ware, uit dat eerste vat. Want in dat eerste vat gaat er zuiver water in. Dus de hoeveelheid zout in het eerste vat, die is eigenlijk alsmaar dalend gewoon. Ja. Tot op een moment dat ze juist gelijk gaan worden. De hoeveelheid zout in het eerste vat en de hoeveelheid zout in het tweede vat. En vanaf dat moment gaat natuurlijk de hoeveelheid zout in het tweede vat ook beginnen dalen. Want er komt minder binnen dan dat er al in zit. Ja. En dus je kunt het, dat zou bijvoorbeeld een vraagstukje kunnen zijn, hè. Bepaal de maximale waarde van de hoeveelheid zout in het tweede vat en het tijdstip waarop die maximale waarde bereikt wordt. En dan kun je eerst je twee beginvoorwaardenproblemen oplossen. Dan heb je je twee oplossingen en dan weet je dat je eigenlijk het tijdstip moet zoeken waarop dat ze aan elkaar gelijk worden. Ja? En dat dat het tijdstip is waarop het maximum wordt bereikt in vat 2. En ook dat kun je door Maple laten oplossen. Je zegt solve, want nu is het een gewone vergelijking.
Ja, je kent je twee functies, Q1 en Q2. Je wilt weten wanneer dat ze gelijk worden. Dus solve Q1 gelijk aan Q2. En dat tijdstip is het tijdstip t gelijk aan 20. Dus vanaf dan begint de hoeveelheid zout in het tweede vat te dalen. Dus dat was eigenlijk gewoon een voorbeeldje van een lineaire differentiaalvergelijking. Ik ga een voorbeeldje geven ook van een niet-lineaire differentiaalvergelijking. U weet nog niet wat het is, hè? Maar aan de hand van de voorbeeldjes en het feit dat ik zeg dit is lineair en het anders is niet-lineair, gaan we proberen een beetje het verschil te zien. Even kijken wat dat voorbeeld was dat ik in gedachten had. Er zijn veel schone voorbeelden in het leven, maar... Ja, x kwadraat, y dubbel accent is y accent kwadraat. Ik moet mijn camera bijstellen, anders zijn de mensen thuis kwaad. Hè? Hopla. Nee. Wat? Andersom. Voilà. Tweede voorbeeld. Dit is een niet-lineaire differentiaalvergelijking. Ik zeg het er al meteen bij. Over niet-lineaire differentiaalvergelijkingen gaan we vrij weinig zeggen. Maar ik wil wel dat u weet wat het is. Waarom gaan we daar vrij weinig over zeggen? Omdat het heel moeilijk is. Je zou denken, dan is het juist de reden om er veel over te zeggen. Maar er bestaan niet voor heel veel types van niet-lineaire differentiaalvergelijkingen mooi uitgeschreven oplossingsmethodes die gemakkelijk implementeerbaar zijn en waar dat u mee aan de slag kunt. Dus we gaan bij niet-lineaire differentiaalvergelijkingen heel vaak terugvallen op naslagwerken, waar dat slimme mensen dergelijke dingen hebben opgelost en waar we dat gewoon kunnen gaan opzoeken. Of terugvallen op MAPLE, waar dat er ook een aantal van die dingen in geïmplementeerd zitten. Dus dan gaan we daar eigenlijk enkel voor een aantal zeer specifieke types van niet-lineaire differentiaalvergelijkingen een oplossingsmethode hebben, terwijl dat we voor lineaire veel meer dingen gaan kunnen doen. Nu, wat is het verschil? Als ik even kijk naar de voorgaande types van tank 1 en tank 2, dan heb je gezien, je had eigenlijk je eerste afgeleide plus een aantal keer je functie zelf. En dat moest dan gelijk zijn aan iets dat gegeven was. Dat is een typische structuur voor een lineaire differentiaalvergelijking. Namelijk, je gaat telkens je afgeleide van je onbekende functie hebben. Daar kan ook een tweede afgeleide in zitten, een derde afgeleide in zitten. Maar die gaan mooi op zichzelf staan. Eventueel vermenigvuldigd worden met een coëfficiëntfunctie. En dan wordt daar een som van gemaakt. Het is als een combinatie, maar het is geen lineaire combinatie. Hier nu wel, omdat de coëfficiënten constant waren. 1 keer de afgeleide plus 1/20ste van de functie zelf. Dus de coëfficiënten die optreden in die som waren hier constanten. Ja. Dus eigenlijk was het hier een lineaire combinatie van de functie en haar eerste afgeleide. Maar dat hoeven geen constanten te zijn. Het zou bijvoorbeeld ook kunnen zijn t keer Q1 accent plus lnt maal Q1 is gelijk aan 0. Dan is dat nog altijd een lineaire differentiaalvergelijking. Het is nog altijd een combinatie van de afgeleiden van uw functie en de functie zelf met coëfficiëntfuncties die daar netjes voor staan. Straks de algemene gedaante voor u opschrijven, dat u ziet wat de meest algemene lineaire differentiaalvergelijking is die je zou kunnen hebben. Dit is overduidelijk niet lineair, dit is nog altijd lineair. X kwadraat maal y dubbel accent. Ik heb de van x nu hier niet geschreven. Als je heel correct wil schrijven, schrijf je hier y dubbel accent van x en hier y accent van x. Ik heb dat een beetje kort geschreven. X kwadraat maal y dubbel accent van x, dat is een lineaire term. Want dat is nog altijd een afgeleide van uw onbekende functie maal een coëfficiëntfunctie. Maar dit is niet lineair. Dit is niet lineair, want dit is niet zomaar een afgeleide, maar die afgeleide in het kwadraat. Dus dit is een niet-lineaire term die maakt van uw differentiaalvergelijking een niet-lineaire differentiaalvergelijking.
Oké. Ziet er iemand een oplossing? Opzicht? Geen oplossing op het zicht. Allee, toe. Ik weet dat het koud is in het auditorium, dat de hersenen misschien aan het bevriezen zijn, maar toch, hè? Ja? Ja, absoluut. Een constante. Ik was al heel blij geweest met nul of zo, maar een constante functie, inderdaad. Hij zelf staat er niet in. Er staan alleen maar afgeleiden in. Dat betekent dat als je er een constante in stopt, wordt het sowieso nul. Zowel in het rechterlid als in het linkerlid. Dus eerste mogelijke oplossing is een constante functie. Om het even, welke constante functie? Voor elk reëel getal c is y van x gelijk aan c een mogelijke oplossing. Dat zijn er al oneindig veel. Zijn er nog? Ja? X kwadraat. Goed idee, misschien nog niet helemaal accuraat. We gaan een keer moeten kijken. Ik ga uw suggestie volgen. X kwadraat op zich lijkt goed, hè? Omdat als je dat ene keer afleidt, gaat er een x minder zijn in het kwadraat. Is dat x kwadraat minder? En als je dan twee keer afleidt, dan komt het uiteindelijk terug goed met de x-kwadraat die ervoor staat. Ja? Oké. Okay. Het enige waar ik niet zeker van ben, of is dat x-kwadraat zelf is. Dus ik ga voorstellen a maal x-kwadraat, waarbij ik zelf nog niet helemaal zeker ben wat die a gaat zijn. Ik ben redelijk zeker van mijn x-kwadraat, maar die a, die wil ik nog apart bepalen. Kijken of dat nog allemaal leesbaar is. Yes. Hoe ga ik dat doen? Nou, dat is simpel. Bij een differentiaalvergelijking is dat soort dingen simpel. Als je een idee hebt van de vorm van de oplossing, maar nog niet helemaal zeker bent hoe dat ze er exact uitziet, stel je een meer algemene vorm voorop en vul hem in. Vul hem gewoon in. X kwadraat maal y dubbel accent. Substitueert uw vooropgestelde oplossing in uw differentiaalvergelijking. X kwadraat maal y dubbel accent. Twee keer afleiden geeft 2a. Met x kwadraat moet gelijk zijn aan y accent kwadraat. Y accent is 2a maal x. In het kwadraat is 4a kwadraat maal x kwadraat. Ja. Ik heb niet gezegd waar dat die oplossingen moeten geldig zijn. Ik heb dat daar juist ook niet gezegd. Dat gaat op een bepaald moment wel een keer belangrijk worden. Ja? Voor welke t, voor welke x moet mijn oplossing geldig zijn? Ja? Hier zie je eigenlijk aan het soort oplossing dat je gekregen hebt, die exponentiële, die is overal geldig. Als je die terug in je differentiaalvergelijking stopt, is er geen beperking op t, is voor alle t een r. Hier, eerlijk gezegd, had dat ook voor alle t en r zijn. Voor alle x en r in dit geval. Mijn veranderlijke heb ik nu als x geschreven. Ja. Dat gaan we aan de hand van stellingen moeten nagaan. Voor alle x en r willen we dat dat geldig is. Dan gaan we de x-kwadraat schrappen. Dan hebben we een voorwaarde op a. 4a kwadraat is 2a. Een eerste oplossing daarvan is a gelijk aan 0. Maar als a gelijk is aan 0, dan wordt onze functie 0 en dan zitten we in het voorgaande geval van de constante. Dus we gaan er eigenlijk vanuit dat a niet 0 is. Ja, dan gaan we ook nog één factor a schrappen. Ja. En dan kunnen we ook nog een 2 schrappen in beide leden. Ja. En dan krijg je hier uiteindelijk 2a is 1, of dus a is een half. En dus de x-kwadraat was een goede suggestie, alleen was het niet x-kwadraat zelf, maar een half x-kwadraat. Dus uw tweede mogelijke oplossing, het hier nog even bijschrijven, oplossing 2 is y van x is een half x-kwadraat.
zou het daarmee gedaan zijn aan oplossingen van die differentiaalvergelijking? We hebben veel minder een gevoel. Daarjuist hadden we een gevoel van die exponentiële maal een constante. En veel meer gaat daar niet kunnen uitkomen. Hè? En dan bij de tweede konden we ook een beetje, hetgeen dat uit Maple kwam, ook wel een beetje verklaren. Die oplossing van de vergelijking met rechterlid 0 plus nog één extra ding. Dat klinkt ook allemaal logisch. Hier heb je veel minder een gevoel voor hoeveel oplossingen zouden er nu uiteindelijk nog kunnen zijn. Wel, er kunnen er nog zijn. Er zijn er nog. En een typische oplossingsmethode die we nog wel een keer in de oefeningen gaan tegenkomen voor dit soort van differentiaalvergelijking en die uw derde type oplossing gaat opleveren, is de zogenaamde scheiding der veranderlijken. Je brengt alles wat y is in één lid en je brengt alles wat x is in het ander lid. Je scheidt met andere woorden x en y van elkaar. Scheiding der veranderlijken. Dus je krijgt y dubbel accent op y accent kwadraat. Ik breng de y accent kwadraat uit rechterlid naar het linkerlid. Ik deel hem weg. Is gelijk aan 1 gedeeld door x kwadraat. Voilà. En nu? Ja, wel nu. Primitiveren, hè? Primitiveren van beide leden. Probeer met andere woorden de beide leden te zien als de afgeleide van iets. Als die twee aan elkaar gelijk zijn, zijn de tegengestelden ook aan elkaar gelijk. Min 1 op x kwadraat, dat is de afgeleide van 1 op x. Dus ik ga primitiveren. Ik zet dat aan, duid dat aan met een p. Ja. Van wat is dit de afgeleide? Y dubbel accent op y accent kwadraat. Ja? Ja, 1 op y accent kwadraat, inderdaad. 1 op y accent. Mijn excuses. Ja. 1 op y accent, afleiden. Noem maar in het kwadraat, wordt y accent kwadraat. Kettingregel, y accent nog een keer afgeleiden, wordt y dubbel accent in de teller met natuurlijk het minteken ervoor van het afleiden van een breuk. Oké, okay. Goed zo op die manier? Iedereen content? Ja? Ik niet. Dit heb ik al. Y-accent. 1 op y-accent is 1 op x. Y-accent is dus x. Als y-accent x is, is y een half x kwadraat. Ik heb niks nieuws gevonden. Ik ben daar niet content mee. Maar ik heb niks nieuws gevonden door mijn eigen stomme schuld. Hè? Als je primitiveert, komt er een primitiveringsconstante bij. Ja, alle primitieven van eenzelfde functie zijn aan elkaar gelijk op een additieve constante na. En dus ik weet al, als mijn oplossing 3 iets verschillends zou moeten zijn van mijn oplossing 2, wat ik liefst heb, dan zal die constante niet 0 zijn. Anders krijg ik exact hetzelfde als hetgeen dat ik al heb. En daar ben ik uiteraard niet meer in geïnteresseerd. Ja? Dus nu gaan we dat oplossen naar y-accent. Hieruit volgt, 1 op y accent is, ik ga dat op gelijke noemer brengen, dus alles op noemer x, 1 plus cx op x. En dus hieruit volgt dat y accent gelijk is aan x op 1 plus cx. Dan gaan we nu nog een laatste keer primitiveren, want het is niet y-accent die we willen kennen, het is y die we willen kennen. Dus we gaan dan nog een laatste keer primitiveren en daar gaat iets uitkomen met een ln. Dat weten we nu al, hè? Dat er iets zal zijn met een ln. We gaan het een keer proper uitrekenen.
ga dat eerst een beetje aanpassen om gemakkelijker te primitiveren. Ik ga de c in de noemer buiten brengen. Mag ik doen omdat c niet nul is, hè? Dus dan krijg ik x op x plus 1 gedeeld door c. En dan typisch trucje, natuurlijk. Plus 1 gedeeld door c en min 1 gedeeld door c. Om nog meer te kunnen vereenvoudigen. Excuus, ik heb mij hier misgeschreven. Het is i-accent natuurlijk, niet i-dubbel accent die daaraan gelijk is. 1 op c. Maal. Het eerste stukje gedeeld door de noemer geeft 1. En dan heb ik nog min 1 op c. Maal 1 gedeeld door x plus 1 op c. En nu kan ik dat heel mooi primitiveren. I is dus primitieve van 1 op c, dat is x op c, of 1 op c maal x. En dan min 1 op c kwadraat, maal de primitieve van 1 gedeeld door x plus 1 op c, en dat is ln van absolute waarde x plus 1 op c. En opnieuw, niet dezelfde fout maken als daar juist. We hebben geprimitiveerd, dus komt nog een keer een primitiveringsconstante bij. Een tweede constante die ik c-accent ga noemen. En dus voor alle keuzes van c en c-accent, die mogen alle mogelijke waarden aannemen, krijg ik daar telkens een oplossing van mijn differentiaalvergelijking. Dus c en c-accent zijn allebei willekeurige reële getallen. En dat is natuurlijk iets wat je nu ziet, dit soort van oplossing, dat had je nooit kunnen voorspellen. Gewoon op zich, door naar die differentiaalvergelijking te kijken. En dat ga je bij niet-lineaire differentiaalvergelijkingen wel vaak hebben. Dat je eigenlijk hetgeen dat er uiteindelijk gaat uitkomen, heel moeilijk kunt relateren aan wat dat er in het begin stond. X kwadraat maal y dubbel accent is y accent kwadraat. En daar komt dan zo een merkwaardige combinatie met ln uit. Dat is uiteraard bijzonder en verrassend. Wat dat er nog bijzonder en verrassend is, is dat mijn eerste twee oplossingen, die constante en die een half x kwadraat, dat die overal geldig waren, voor alle x en r. En in deze natuurlijk niet, hè. In deze niet, hè. Ah nee, want als x gelijk wordt aan min 1 gedeeld door c, dan heb je het zitten, want dan staat er ln van 0. En ln van 0 bestaat niet. Dus in deze is geldig, en dat is nog belangrijk om erbij te vermelden, kan ik op dit moment niet verklaren, theoretisch, behalve door het gewoon te zien. Ik zie dat zo is. Die is geldig van min oneindig tot min 1 op c. En dan ook van 1 op c tot plus oneindig. Maar dat ene, die ene waarde moet eruit. Ja. Dus dit is voor alle x in min oneindig. Min 1 op c, uni 1 op c plus oneindig. En dat is wel heel erg speciaal, hoor. Want dat betekent dat je geldigheidsinterval van je oplossing afhankelijk is van de constante die je zelf kiest. Je c mag je kiezen. Bij elke keuze van c is er een andere oplossing van je differentiaalvergelijking. En de keuze van c bepaalt waar dat die differentiaalvergelijking geldig is. In welk punt dat ze niet geldig is. Dat is heel bijzonder. En dat is zo'n soort rariteiten en exotisch gedrag dat je gaat tegenkomen bij niet-lineaire differentiaalvergelijking. En dat is wat ze ook zo moeilijk maakt en zo verrassend maakt. Dus we gaan ons nu eerst en vooral snel bezighouden met minder exotische en iets overzichtelijker dingen, zijnde de lineaire differentiaalvergelijking. Ik ga u de algemene gedaante van de lineaire differentiaalvergelijking opschrijven. Ja, en dan gaan we een keer kijken welke soorten lineaire differentiaalvergelijking dat we gemakkelijk zouden kunnen oplossen en hoe dat we de algemene structuur van de oplossing kunnen voorspellen. Dat zijn eigenlijk nog de twee zaken die ik met u wil bespreken. Goed, ik ga een beetje het bord vegen. Als er mensen zijn die een keer de benen willen strekken of naar het toilet willen gaan, is het nu het moment. Maar blijf niet te lang weg, want ik veeg snel.